Ik moet in de ochtend gaan editen samen met. Kijk eens aan. Calipo! Ja, hoe gaat-ie? Calipo, ja. Dus, Calipo gaat eten en ik ga terwijl de vlog editen. Zalig toch? Mijn YouTube kanaal. Vandaag zijn we hier allemaal samen live op Redux Gaming. We gaan vandaag streamen voor Stichting Opkikker. Dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor zieke kindjes, gezinnen met zieke kindjes te helpen om de beste dag van hun leven te beleven. Dus met de donaties die we vandaag inzamelen gaan wij kinderen gelukkig maken. Dus ga ik hier dus 3 uur van 12 tot 3 streamen voor deze geweldige mensen. En we zitten nu met ongeveer 300-400 mensen in de chat. Dan gaat er zeker meer worden. 72 uur lang. Ik moet de stream openen. Bedankt alvast om te kijken naar deze video. En vandaag gaan er leuke dingen gebeuren. Jongens en meisjes, we gaan de stream afsluiten hier op Redux. Ik ga er toch vandoor. 72 uur lang gaan ze doorgaan. Echt waar, dit was insane. Redux Gaming, als jullie dit zien, bedankt voor de uitnodiging. En nu gaan we verder met de dag. Want vandaag gaat er van alles gebeuren. Ik kan er niets verklappen, maar kijk hoe, want dit wordt grappig. En natuurlijk een stream afsluiten. En wie hebben we hier? De lelijke Rosse! Hoe is het, mondkapje altijd bij, hè? Een mondkapje komt wel eens hier. Wat ze gaan doen? Hè? Wat ze gaan doen? Met z'n eerder halen. Met een mondkapje dan? Ja. Waarom? En dan begint die onderbuur misschien weer te zagen hier beneden, hè? Ah, je kent hem toch? Ik ze met hem naar de vlog. Die mensen, die kan je nog in de computer aanzetten. Wat gaat hij naar de vlog kijken? Jawel, dat hij naar Facebook gaat zien. Heet hij Facebook of hè? Ja. Moet ik hem eens opzoeken, denk ik. En hoe is het ermee? Goed, hè? Ja. Weekend. Ja, geshined weer zo. Feestje. Geshined weer zo. En mij. Ah. Ja, we gaan vandaag feesten. Ga je niet meer streamen vandaag? Vandaag is het genieten. Genieten. Die gaan we zeker gewoon genieten. Maat mensen. Hoe zijn we dan? 12, ja, kijk. Lekker het duivel cashmere, hè? Wat? Heb je dat van de mama, Michael? Doe ik dat, mama. De mama is op mee. Nee, dat is niet waar. Dan ben ik als we het zien. Eerst kaka doen, hè? Kaka doen. Ik ga ze nooit doen, ze kijkt toch. Ik heb het al op de bruin gesneden. Kaka! Kaka! Doe kaka! Flink! Ja! Ik ben flink. Hey, kom. Zieke. Calipo. Ik heb dus op 2 dagen heb ik geleerd dat die kaka... Oh. Even schieten. Kom hier. Heb ik op 2 dagen geleerd dat ze op haar kot kaka moet. Dus nu komt hij op mijn schouder zitten. Als hij dan in de keuken of zo bezig bent, dan vliegt hij ineens terug. En dan komt hij hier kaka en die vliegt terug. Echt insane. Hey, kom. Kom. Nee. Zo wil. Zo, gewoon aan het vullen. Trek je bad maar in. Ik ben aan de kop, hoor. Hoor ik er nog? Ja. Manneke, het is gedaan, hè? Dat kittelt, jong, zie dat beest. Oh, dat kittelt. Ja, dat kittelt in mijn nek. Calipo? Dat is een beetje. Onze biedt wat in mijn vinger. Allee, Calipo, gedaan. Oh, dat kippelt, jong. Calipo, mama, knie, hè? Oké, ik ga die rap opruimen en dan gaan we van alles leuk doen vandaag. Kijk, wat is dat? Daar. Wat? Zit er in de rugzak? Volgens mij weet ik wat daarin zit. En wat is dat, je parfum? Ja. Met een zetel om mijn parfum. Dat meent je niet, Brownie. Brownie! Dat weet je niet! Ik zeg, wat is dat? Nee, met een Jean-Paul Gaultier, man. Hoeveel kost dat spel? Hier, met een zetel vol. Yeah. De Lennart zou zeggen...
Dat je sporen moet uitwissen, maar... Dat is juist niet, vergast. Dat kost niet? Ja, bijna 200 euro, 150, 160 euro, zo denk ik. Is er nog meer, of niet? Niks meer, maat. Maar nu ik de kabasje toch goed? Dat is een nieuwe, een gast, een nieuw kabas, hè. Zie, dat is al helemaal wit geworden. Wat kost een kabas? 160. En op waar een man stekt daarin. Ja, dat gaat hier heel goed rekenen. Nee, nee, nee. Aan de mouw. Kaka. Kaka. Dat ringt hier wel goed mee. Dat ringt hier met dat vlog, dat ringt hier naar mijn hoed. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Ah, ik wou dan niet meer lachen, hè, want het karma is een beetje. Ja, chic is ook al goed rekenen. Ah, nee, dat is wel kut. Ja. Oké, dus we hebben Brownie zijn setup staan. Brownie komt ook gamen dit weekend. We zijn tot en met maandag thuis, dus het wordt wel een heel leuk weekend. Alleen, ja. Ik dacht dat ik voor de vlog niet veel materiaal ging hebben, maar het begint hier al goed. Ja, ik... dat is kut, maat. Dat is kut. Nee, ja. Brownie. Ik heb het laatste aan het opgebruiken. Don't waste it. Even 200 euro in dat kleppe petteke. Nee, dat je parfum. Ah ja, niet mijn ogen, hè, Titte. Allee, jongen. Dat is goeie parfum, hè. Ja, ja. 200 fucking euro. Ja, wat minder, maar. En van de kabas wil maar zwijgen, zeg. De kabas is naar de klote, jongen. Verdomme. Wat vind jij echt, joh? Die kleine 300 euro en het weekend is nog niet begonnen. Brownie, moeten we het inpakken dat je het kunt meepakken naar huis? Nee, dat is echt een klootzak, hè? Zeker. Ik zeg, jij moet toppassen, want je zegt dat je weekend hebt. Hoe lacht hem nog? Ja, waarschijnlijk de zondag niet meer. Denk dat je dat als wiet kunt gebruiken, dat wc-papier? Denk het ook. Een keukenrol, jongen. Ik denk het ook. Ja, dat is keukenrol, inderdaad. Dus ga je een gat mee hebben, of? Ik heb een groot gat, hè. Gaan we naar de winkel, of? Kijk naar die markt, heb je dat ook. Gaan we naar de winkel. Dan kan ik mijn gedachten zetten, want ik moet even verse lucht en zo, weet je wel? Ga ook helemaal goed, verse lucht. Amai. Yo, dat kot stinkt hier, hè. Ja, dat is echt, dat is wel te laat. Nee, denk je dat een dardro hier heeft gekust, maar eigenlijk niet. Eigenlijk heb je gewoon de parfum van de brownie. Misschien, ja. Misschien moet je je vogel even in je kamer zetten. Ja, maar het gebied valt hier wel zijn stokje. Het is veel parfum hier. Maat, dan is het 200 euro, maar is duur 200 euro. Dat pak ik dan zelf mee, hè. Ik vind dat die vogel nogal vrij stil is, ineens. Oké, we gaan naar de winkel. We gaan het lekker aan het eten. Hè. Is een mond opnemen of weet niet? Weet je wat ik goestie heb? En dat is dus getaard, hè. Arbeidtaart. Zou het er zijn? Nu nog? Ik dacht weer in die cake. Van de vorige keer. Ik heb wel goestie, zo Brazilien of slagroomtaart. Een Brazilien taart, jongen. Of een slagroomtaart, dat is ook wel goed. Nou, jij mocht een Brazilien kopen, ja. Ja? Kijk, wel arbeidtaart, dat is lekker. Nou, dat is natuurlijk wat duur als je laat vallen. Dat brouw niet zo'n arbeidtaart. Ja, het is al goed. Het is goed. Oh. 200 euro vandaag al. Armer, we zijn niet eens naar de winkel. Twee keer. Oh, zit hij lachen, ja. Oh. Twee keer is nog maar juist begonnen. Ja, nog niet eigenlijk. Vind je het grappig, Michael, ja? Nee, Brownie. Huh? Nee, ik zou niet durven, Brownie. Nee? Mijn tijd komt nog. Oh, dat is geweldig. Ja. Ik heb het gezegd al net in het begin van de vlog. Het wordt een leuke vlog. Er gaat vandaag nog van alles gebeuren. Waarom zeg ik dan? Ja, waarom denkt u? Omdat ik erbij ben, zeker? Ja, en dat, we nog dat komen. Vooral, Michael. Omdat jij nog... erbij bent. En daar is de varken moet nog komen. De kevijn. Nee, nee. Die is er al, hè. De calipo. Nee, nee. Ja, die is ook aan het uithangen. Nee. Ja. De leidt of wat? Ja. Oké. Okay. Nou, niet hoe de gordel, man. Nee. Ja, maar we zijn heel stil aan het rijden. En er is geen verkeer op de baan. Heel rustig. Binnen twee weken kreeg ik mijn boot in de briefbus. Dat is hier trajectcontrole. Nee, jongen. Bed weten, dat is daar. Daar begint ze. En dan bellen ze 50. Een zware beat op de radio. Ja, een zware beat. Hoor hem niet. Gisteren zijn hier muziek. Nachtig. Ja? Ja.
Nee, hier worden jij staan. Ja. Daar was een plekje. Aan de kant hebben we wel een BMW Jeep. Een klein maar bij. Hier is ook een plekje. Ik zit wel toen in de garage. Ja? Dat is chill, ja. De leeuw, de enige echte de leeuw. Zie je dat, Michael? Ik word geprent overal. Ja, ja. Deze ook zeker, hè? Ja. Kom, joh. Spoil. Ja. Zijn je gewoon, hè? Karakken duwen. Is er de vraag gesteld met de bakjes? En als jij de zak niet kunt dragen? Ik ga wat mensen voor je werken, hè? Ja, 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 hier, hè? Ja, dat knopje. Ik wist dat hij dat ging doen, hè? Die man hier meer, hè? Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Wat? Kom, joh. Het speelt nu wel in de dingen. Ik heb de zak, je zak in de rug spelen. En nu? Nou, weet ik het, hè, jongen. Oh, joh. Dat is lekker. Dat is mijn partij. Dus volgens mij, heel mooi. Ik ga me niet meer lachen met een brownie. En denk dat we een leuk iets staan, denk ik. Hier waar ik brownie, stik dat er ook maar mee in. Ik zie dat mooi. Oké, ik zal dat nummer hieronder zetten. Het is heel mooi. Oh, ik zal wel goed zien die smurfentaart, zeg. Het is lekker, Hellboy. En het gesmaakt heeft. Hoe is het nog gesmaakt, Hellboy? Amai. Ik zei toch dat mijn aanrader was? Die mensen, allemaal die achteraan te zijn niet veel die mensen, die konden waarschijnlijk weer niet meer lachen. Hè? Welke mensen? Het is corona tijdens, dan moet je geen grapjes uithalen. Ah ja, sorry. Oh ja, sorry. Mocht je maar lachen. Voilà, de nauwe was ook dat om te zagen. Te trekken, om een smol. Dus welke masker heb je aan? Nooit gehad zo'n masker? Het lijkt precies of er een zwet op haar gezicht gespoten. Vonden jullie ervan? Wat weten de reacties? Ik vond het leuk. Moeten we dat nog eens doen met een Hellboy zoiets? Nee, dat doen we met een Dardo, jongen, of met een Bram. Nee. Wie moeten we nog eens naar kloot afdraaien? Ja, die gaan sowieso mij zeggen, hè? Wie moeten we nog eens naar kloot afdraaien? Ik moest mijn pinker opzetten, sorry. Echt. Ik kan niet voor niet weten wat ze zien. Echt, hè? Wat echt van de neus kan nog blijven staan. Maar het was echt vies. Doe ik aan het koffertje. Hou dicht aan een normale gast. Oh, oké. Ik ga hier even alles opruimen en dan gaan we genieten. Ik heb honger. Genieten! Wat een weer, check. Ik ga gewoon Calippo halen. En dan gebeurt het volgende. Ja, niet heel plakken hier, hè. Volgende keer gelijk. Hey, ik heb het vandaag niet met glas of zo, joh. Ik denk dat ik gewoon het minste moet doen vandaag, want... Wat is er gebeurd? Ja, ik wou de Red Bull in de ijskast zetten. Ja. En die Michael, die staat daar ook, hè. Wat is echt, hè? Zo is echt een dwaal, hè. Die bolen die maar niks ziet. Het is goed, dat was te laat. De bril niet. Dus er ook een kei droog bij, hè. Hey, Michael, kom, kus dat ook. Doe dit. Zit dat aan staan, ja. Zit hier met een boog niet meer in de ijskast in te vullen.
kassen. Oké, nog even wachten op kevijl. Voor ze biedt, ik ga eerst kassen. Ja, wacht. Zeg dat nog eens. Wat is het probleem? Nee, ik ga niet zeggen. Ja, tuurlijk ben je aan het filmen. Je wilt niet gefilmd worden, Sebes, want? Er is dan een grote pukkel op zijn kop en dat wordt niet gefilmd hoor, mannen. Dus ik doe dan een keer vijf. Ik zal toch nooit doen zoiets. Zeg, ga nu. Vandaag is het eigenlijk geen stream, maar ik heb gewoon een charity stream gedaan. Dus we gaan genieten. Dus we gaan genieten van een lekker taartje. En ik dacht te zeggen van smakelijk, mannen, maar... Dit taartje is al bijna op. Ja, weet het. Kijk, goed. Een ander, dan is dat taartje aan het wegsmaken. Nee, ik heb niks gekregen. En nu dat taartje is al op. Ik heb geen taartje gekregen. Nee, je hebt alles opgegeten. Wat blieft? Wat zei jij nu? Wat een beetje kan je aanpakken. Wacht, ik wacht even filmen. Wanneer wacht ik ook niet vragen? Ik heb ook nog iets vragen. Ik heb serieus, maar. Niet, ik heb ook een paar nog. Ik heb alleen een focus. Ik heb serieus. Even, niet niks doen, ik wil wel wat geld aan de camera hebben. Alleen vragen dus. Is er nog wat choco van die soort? Wat is er met je hoofd gebeurd? Ik zeg gevallen. Echt? Ja, het kastje van de muur. Dus dat je niet breekt je schoen uit. Zet dat er niet op mijn gast. Is het lekker, joh? Het smokt heel goed, ja. Ja? Ja. Ik zweer het, hè. Jij wel, hey! Ik zweer het, hè. Mek ik. Je moet even op zo'n kleine kevijn negeren, want maak je niet op. Ik zal zo'n nummer hier zo beneden zetten, zo. 0478. Lekker frietje eten. En dan gaan we de vlog afsluiten met deze. Ik ga nu genieten van mijn frietje. En dan gaan we de vlog afsluiten. Boys! We gaan zo goed genieten. We gaan rustig, rustig iets drinken, gezellig wat bijpraten. En al werken aan, ja, aan deze vlog, uiteraard. Dikke merci om te kijken naar deze vlog. Wat vonden jullie ervan? En als we nog iemand van deze mooie personen moeten beetnemen, of iemand anders, laat het mij weten. Trouwens, wat vonden van de taart, Elbe? Lekker? Hou u wel, rantebiel. Hou u wel, rantebiel. Voilà, bij deze jongens en meisjes, bedankt om te kijken. En zoals ik altijd zeg, flex de biceps en joe!